hele goede dag, lieve kijkers. Dank jullie wel dat jullie weer mijn kanaal Vegan Lounge hebben bezocht. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer dan op dit kanaal. Hieronder knop, rode knop op klikken en daarna natuurlijk het belletje, zodat jij een notificatie krijgt zodra ik weer een hele leuke video voor je heb geüpload. Prima, nou vandaag ga ik aardbeien banaanijs maken met kokosroom. Nou, het is heerlijk weer. Het is gewoon zalig. Dus ik ga straks een heerlijk wandelingetje maken. Maar daarna, ik ga eerst nu een ijs maken. En doe ik het lekker in de diepvries. En zodra ik terug ben, ga ik genieten van mijn heerlijke vegan ijs. Is lactosevrij, suikervrij, gewoon compleet geschikt voor iedereen. Prima, nou de ingrediënten. De ingrediënten zijn aardbeien vriesfruit, kan je overal krijgen. Ik heb deze van de Dirk van den Broek. Daarna kokosmelk romig. Nou, ik koop altijd romig, je hebt nog romiger. Nou, deze, dit is de enige die ze zeg maar verkopen. En geschikt, ik vind deze echt geschikt voor ijs. En daarna heb ik twee bananen. Chiquita bananen zijn lekker zoet. En als je wil, hoeft niet. Je mag hem zoeter maken met agavesiroop, ongeraffineerd. Of kokossiroop of dadelsiroop, wat jij wil. En dat zijn de ingrediënten. Dat is alles. Dus is 1, 2, 3 en misschien nog 4. En dat is het. Goed, ik heb mijn geweldige blender tevoorschijn gehaald van Philips. Ik heb deze nu ongeveer 3,5 jaar en hij doet het echt nog steeds goed. Echt een aanrader. Die verkopen ze trouwens niet meer. Prima, ik begin met de aardbeien vriesvers fruit. Dus die ga ik lekker in de blender doen. Nou, die zit goed gesield in een zakje zoals je ziet. Dus ik heb hier een soort van... Ja, een schaar nodig. En hier zijn de aardbeien zoals je ziet. Prachtige bevroren aardbeien. Nou, die ga ik dus zo in de blender doen. En daarna de chiquita banana zoals je ziet. Die gaat ook daarin natuurlijk. Zo. Stukjes snijden. Nog eentje. Ook in stukjes snijden. En daarna heerlijke romige kokosmelk. Moet je kijken, wat een romigheid. En die gaat ook de blender in. Agavesiroop 1 eetlepel, nogmaals, hoeft niet, mag. En voilà, alles zit er lekker in. En de volgende stap is, ik ga blenden. Wauw, moet je kijken, die bubbeltjes en oh, al die heerlijke kokosroom. En wat een prachtige roze kleur. Dat zijn de aardbeien, het cremmige van de kokosroom en natuurlijk de bananen. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit zal smaken. En natuurlijk ga ik het in het diepvries stoppen voor een uurtje. Goed, ik heb mijn toetjeskommetjes gepakt, dus ik ga inschenken. Ik ben benieuwd. Het is wel heel erg romig in ieder geval. Goed, en dan ga ik even proeven natuurlijk. Het is nog een beetje slapjes, maar nogmaals, ik ga het in het diepvries doen. Heerlijk, dit is zo verfrissend.
En vooral de diepvries vers fruit is natuurlijk heel belangrijk, vind ik, hè, voor om ijs te maken. En ja, die kokosroom, dat maakt hem natuurlijk. Nou, de bananen, ook lekker gezond. Dus ja, dit is dus een vegan ijs. Persoonlijke recept van mij. En ja, ik heb natuurlijk, dit is niet de eerste ijs die ik heb gemaakt. Ik heb hierboven zie je nog een link van andere smaakjes. Maar ik zweer hierbij, dit is onze ijs voor thuis. Ik ga geen, sowieso als vegan, geen ijs van de supermarkt. Tenzij er echt een vegan ijs is, maar ja, die zit dan weer boordevol suikers. Of soja. Nou, soja wil ik ook minderen tot niet. Wegens, omdat het natuurlijk gemodificeerd is. Het is veranderd, het genetische verandering. En dus moeilijk te verteren bij een menselijk lichaam. Dus maar meer over in de toekomst. Maar voor nu, dit was de video. Aardbeien banaanijs met kokosroom. En een beetje agave siroop. Dus mochten jullie deze video een leuke video vinden, geef dan een thumbs up. Deel de video met vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En nogmaals, ben je niet abonnee van Vegan Lounge? Abonneer je dan hier beneden op het rode knopje klikken. En daarna op het belletje, zodat jullie een notificatie krijgen zodra ik weer een hele leuke video heb geüpload. Bestaande uit tips en tricks voor je gezondheid, vegan recepten, kattenvlogs, ASMR relax video's, shoplogs en nog veel meer. Dan zie ik jullie de volgende keer. Dag! Abonneer op veganlounge.nl.